Jasper Philips, we kregen hier in Kolskap een beetje een déjà vu naar het EK. Je begon de sprint als eerste, maar je werd toch nog overvleugeld. Wat gebeurde er? Gewoon niet de beste sprint, niet het beste gevoel. Dus daar moet ik tevreden mee zijn. Ja. Je kwam eigenlijk nooit in de problemen in die waaierstukken. Anderen zaten daar soms in de problemen, maar jij bleef goed met de ploeg samen. Hoe verliep dat voor jou? Ja, Savat was een beetje tricky met de wind. Maar nooit echt paniek. Het was een beetje opletten. Zien dat we dan op tijd vooraan zaten. En dat hadden we ook wel gedaan. Hoe groot is de teleurstelling na zo'n koers als Kolskamp dan? Ik had hier graag willen winnen. Maar ik denk het gevoel dat ik momenteel heb, moet ik ook realistisch zijn. Dat er gewoon niet beter of niet meer in zit. Dus eens even bekijken. Ja. Dat was op het EK dan ook al het geval? Dat is eigenlijk dan na de Renewi Tour een beetje beginnen opsteken? Ja, ik weet niet. We moeten even rustig bekijken. Ja. Hoe moeilijk is het om je aan het einde van het jaar zo nog gemotiveerd te hebben voor zo'n kleinere koersen, zou ik maar zeggen? Want ja, het EK was het laatste grote doel. Mist er zo niks voor sprinters nu nog om echt dat jaar goed af te sluiten? Ja, ik heb er niet echt probleem mee om mezelf nog te motiveren. We kunnen heel graag wedstrijden. Dus er zijn nog mooie wedstrijden die komen. Niet de grootste meer, maar... Natuurlijk, elke wedstrijd dat er komt, proberen we nog mee te doen voor te winnen. Dankjewel, Jasper.